Een dier dat ondertussen overal lekker doorheen kuiert, de vos. Hey, en hieronder is dus de bouw, de burcht. Maar ik zie meerdere gangen, of meerdere ingangen, toch? Ja, de vos heeft echt meerdere plekken. Oh, dit hier allemaal? Ja. Ja. En dan, je kunt aan de vegetatie er rondomheen zien dat daar relatief veel gelopen wordt. Je ziet hier onder andere... Ligt hier gewoon een hele gans in. Kijk nou. Jee. Dat is toch een van de prooien, mooi voor de jongen. Ik schrik er gewoon een beetje van. Ik bedoel, je ziet natuurlijk wel eens vaker een dood dier, maar dit is echt een prooi. Dit is dan misschien ook een gans met een nest, met jongen, met pullen. Ja, als je goed kijkt, zie je dat de peren, die zijn nog niet helemaal vergroeid. Ja. Maar je hebt een bloedspoel heb je nog zitten. Dat is het lichte deel, het eerste deel van wat je ziet van de veer. Ja, ja. Dit is een jonge gans. Zie je dat aan die lichtblauwe? Dat noem je een bloedspoel. Geen vos te bekennen nu. We laten natuurfilmer Stijn hier achter. En even verderop hebben wij meer geluk. Ja, het is toch direct gewoon een koddig... Dit is altijd mooi. Het is toch direct een koddig gezicht. En is het nou omdat wij in de auto zitten dat hij zo rustig blijft zitten? Of, nou, als je uit gaat stappen zal ze weglopen. Je merkt ook aan de oortjes dat ze ons wel in de gaten houdt, maar echt... Alleen maar gefocust is op ons. Oh ja, 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 je ziet die oortjes draaien. Ja. Ja, ja, die ogen. Net, oh ja, ja, jongen, jongen, wat een kop. Yeah. Ondertussen bij de vossenbouw. Net trok moeder vos een gigantische gans tevoorschijn. En ze begonnen meteen open te pulken en de darmen, de ingewanden kwamen eruit. Maar ja, de jongen vinden het prachtig en die vinden het heerlijk. Dus die doken er meteen op af. Maar het is ongekend wat hier gewoon op klaarlichte dag zo voor je neus gebeurt. Echt, echt heel bijzonder. Ik heb nooit meegemaakt zoiets.